Vliegen is natuurlijk nu een enorm probleem. De maden die kruipen uit de container. Daar heb ik een val voor en die kun je zelf heel makkelijk maken van een fles. En soms kom je van deze courgettes tegen die eigenlijk zo groot worden als dit. En dan in één keer worden ze verrot en dan gaan ze eigenlijk kapot aan de struik. Nou, het is eigenlijk helemaal geen probleem. Helemaal en super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Ronald en ik neem je zoals elke week weer mee op de moestuin. Waar ik je van alles laat zien wat hier gebeurt. Waar ik je elke week nieuwe dingen leer. En waar je hopelijk ook weer een heleboel inspiratie uit kan halen. Lijkt je dat nou leuk? Klik hieronder dan eventjes op de abonneerknop. Het is helemaal gratis. Ik zou het heel gezellig vinden als je er ook bij kwam. Want dit wordt echt weer een super, super leuke dag. Het is wel heel warm. Het is vandaag meer dan 30 graden hier. En ik sta hier nu eventjes in de schaduw. Maar in de zon is het al behoorlijk heet. Maar voordat we ook maar iets gaan doen, zal ik jullie eerst eens eventjes meenemen wat er allemaal veranderd is op de moestuin. Dit zijn de spekbonen. Die kan ik in ieder geval sowieso weer gaan oogsten. En dan kun je ook zien aan deze hoe lang ze al zijn. Want de vorige 2 weken terug waren ze zo groot als een vingerkootje. Dat is tot hier. En nou, nu zijn ze al groter als mijn hand gewoon. Deze boontjes staan er ook super mooi bij. Hier aan de linkerkant heb ik de boontjes gewoon in de tuin gepoot. En de rechterkant heb ik allemaal voorgepoot. Kolen onder het net, die gaan hartstikke goed. Maar ook de boerenkool die ik hier gepoot heb, die staan er nog allemaal heel mooi bij. Ik zie wel dat ik 1 ding vergeten ben. Ik was hier dinsdag geweest. Ik heb het net er niet over gedaan. Maar zoals ik nu zie, heb ik geluk gehad en staat alles er nog in. De bloemen die staan er ook allemaal weer geweldig bij. En ik heb voordat de warmte begon, ben ik eventjes hier geweest om te schoffelen tussen de bloemen allemaal. Zodat het onkruid wat er ligt, dat er allemaal verdroogt. De tomaten die gaan als een tierenlier. Nou, die moeten wel eventjes weer een beetje gediefd worden, zoals dit er even tussen uithalen. De eerste beginnen ook al een beetje een kleurtje te krijgen. En de bloei die komt er echt gigantisch in. Nou, en eventjes weer opbinden natuurlijk. En dan zijn ze al denk ik al 1,5 meter. De komkommer die gaat ook goed. Maar de kleine komkommetjes die zijn nog niet zo heel erg gegroeid. Wel zie ik heel veel slakkenvraat erin zitten. Maar ja, ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ik zal er nog even wat korrels bij leggen. Maar hij groeit nu wel zo snel dat hij dan eigenlijk wel een beetje doorgroeit. En dan ben ik hier bij de pompoenen en de kalebassen. En hier kan ik al beginnen om de eerste kalebassen te gaan snijden. Die zitten allemaal al mooi. Deze die stekelt wel heel erg. Wow. Hier zit al hele mooie aan. En ik zag her en der ook allemaal alle verschillende soorten. Nou, je ziet ook dat het echt gewoon goed begint te ranken. Dus dit gaat de komende weken echt gewoon goed dichtgroeien. En dan ben ik echt benieuwd welke soorten we hier allemaal gaan tegenkomen. Want ik heb ze natuurlijk gemixt gezaaid. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat hier allemaal gaat groeien. En ik zie dat de courgettes, die zijn ook alweer klaar. Dus ik kan hier ook alweer wat van meenemen. Dus al met al zal ik vandaag nou sowieso wel een heleboel weer mee naar huis nemen. Om lekker op te peuzelen. Dat scheelt weer in wat de boodschappen die ik dan moet doen. Dus zo bespaar je ook nog eens een keer eigenlijk wel weer een heleboel geld aan groenten. Moet ik wel eventjes mijn ding aanpassen. Want er was in ieder geval wel heel veel dingen met bonen van de week. Want daar hing echt heel veel aan. Nou, ik ga eventjes een beetje drinken. Eventjes rustig zitten en dan een beginnetje maken hier. En denk ik dat ik maar eens begin met het oogsten van de bonen. Want dat zit nou nog het meest in de schaduw. A few moments later. Pff, nou, dit zijn echt een heleboel bonen. Maar zolang niet alles wat eraf komt, komen nog kisten vol vanaf in de komende weken. Nou, snel door naar de courgette en dan ga ik eventjes kijken bij de kalebassen. Ja, dat ga ik eens eventjes doen. En dan is het tijd om eventjes hier weer te zitten in de schaduw. Want jongens, het is enorm heet. En ik heb de kalebassen, de eerste geoogst. Nou, ze zijn echt heel erg veel. Kijk, een hele kist vol. En ik heb deze courgette weer eraf gehaald. Er zaten nog 2 aan. En deze. En hoe dit dan komt, daar zal ik jullie eens even een stukje over vertellen. Zoals jullie weten mag ik altijd graag even wat vertellen over problemen die dan op de moestuin zich voordoen. En dit is niet echt een probleem. Want het gebeurt eigenlijk iedereen. En soms kom je van deze courgettes tegen die eigenlijk zo groot worden als dit. En dan in één keer worden ze verrot en dan gaan ze eigenlijk kapot aan de struik. Nou, het is eigenlijk helemaal geen probleem. Die kun je gewoon weggooien. Want het komt doordat de bloem niet bevrucht is. Aan de courgette zitten mannelijke en vrouwelijke bloemen. Die moeten wel een beetje tegelijkertijd in de bloei staan. Om van de ene naar de andere te kunnen. En deze, ja, er stond er dus waarschijnlijk geen mannetje in de bloei. Dus is deze niet bevrucht
geeft niks, komen nog veel meer courgettes aan. Maar daarom is het eigenlijk altijd handig om eventjes twee courgettes te zetten. Zodat aan de ene plant, nou ja, daar zitten dan wel mannetjes aan. Of aan de andere plant zitten dan wel mannetjes aan. En zo wordt het dan bevrucht. Je kunt wel meteen zien wat een mannetje en een vrouwtje is. Doordat er achter de bloem zit een knoppeltje. En dat is het vrouwtje. En als er niks aan zit, is eigenlijk gewoon direct een steeltje. Ja, een mannetje heeft een steeltje. Dus dat is dan het mannetje. Die bloemen kun je trouwens nog wel gebruiken, maar die kun je heerlijk vullen met gehakt. Wil ik nog eens een keer gaan doen. Dus dat lijkt me eigenlijk best wel lekker. Dan gaan ze dat vullen met gehakt, eventjes door paneermeel volgens mij. En dan ga je ze frituren. Nou, dat lijkt me wel een keer heel erg lekker. Er zitten heel veel bloemen aan, dus misschien ga ik dat binnenkort wel een keertje doen. Deze ga ik weggooien en ik ga eventjes dit eventjes alvast een stukje naar de fiets brengen. Zodat ik het straks allemaal mee kan nemen in mijn karretje. Want mijn karretje die is wel behoorlijk vol vandaag, moet ik zeggen. En nu ben ik hier. Ik ben thuis. En het was eigenlijk veel te warm in de tuin. Het is, was echt bloedheet. Ik ben lekker even onder de douche geweest. En ik vind het wel best zo, jongens. Ik zweet me nou alweer helemaal de pleuris. Maar ik vond het eigenlijk een beetje een raar einde van de vlog zo. Dus ik had nog wel even bedacht wat ik nog met jullie kon delen. En dat is, hoe maak je een vliegenval van een fles? Nou, dat zal ik eventjes laten zien. Vliegen is natuurlijk nu een enorm probleem. De maden die kruipen uit de container. De zon die brandt erop. En het wemelt overal gewoon van de vliegen. Moet ik altijd eventjes goed nadenken. Want op sommige plekken noemen ze muggen, noemen ze dan vliegen. En op andere plekken noemen ze vliegen weer muggen. En nou ja, laat eventjes weten hoe jij ze noemt. Ik bedoel dus gewoon de strontvlieg, de huisvlieg die uit je container komen. En niet die je 's nachts helemaal lek prikken. Daar heb ik een val voor en die kun je zelf heel makkelijk maken van een fles. Nou, wat zijn we nog meer nodig? Een Stanley mes en duct tape, maar je kunt ook gewoon andere tape gebruiken. Ik gebruik eventjes een beetje van het ijzerdraad om hem later op te hangen. En een appel als lokmiddel. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Ik heb hier de fles en je snijdt gewoon de fles open. Zo heb je dus twee helften van de fles en hier doen we de lokmiddel in en deze draaien we om. De dop gaat eraf. Zo. En dan is het tijd om eventjes de appel te gaan snijden. Je hebt met dit weer ook altijd natuurlijk wel appeltjes die niet helemaal meer lekker zijn. Je kunt er ook bananen of wat anders in doen. Maar ik had toevallig deze appel staan, ja, zonder hem weg te gooien natuurlijk. Deze zou ik zelf niet meer opeten, is gewoon niet helemaal lekker vers meer. De appels die zitten erin en dan zet je de bovenkant van de fles omgekeerd weer op de onderkant van de fles. Waardoor je eigenlijk hier een trechter krijgt en hieronder heb je dan de val waar ze niet meer uit kunnen komen. En nou zijn we de duct tape nodig, want dit moeten we natuurlijk eventjes vasttapen. Zo, die zit vast en wat je dus nu hebt is eigenlijk je vliegenval. De vliegen die gaan er bovenin en doordat het dan een trechtervorm is, gaan ze erin, want ze ruiken die appel en dan kunnen ze er niet meer uit. Want ze kunnen dat gat niet weer vinden, omdat die lager zit. Ze gaan dus naar de bovenkant kruipen en ze kruipen dus eigenlijk gewoon naar het licht toe, wat hier dan boven nog doorschijnt. Maar ze kunnen dat gat in het midden niet weer vinden en blijven ze er eigenlijk gewoon de hele tijd in zitten. Wat ik wel vaak eventjes doe, is dat als je kunt zien dat hier de trechter uitkomt, is ik maak daar even een paar kleine gaatjes in. Ik zal eventjes met de Stanley mesjes wat scherpen. En dat is er eigenlijk voor dat als het gaat regenen, dan komt er natuurlijk ook water in. En dat is niet de bedoeling. Deze die ga ik zo meteen met het ijzerdraad aan de container hangen. En wat je dan krijgt, is dat alle vliegen hierin gaan. Ze vliegen niet steeds meer om het huis. En één keer in de week maak je gewoon even een nieuwe. En jij bent van al je vliegen en muggen, of hoe je ze ook maar noemt, ben je er gewoon vanaf. Ook een handige tip om de maden uit de container te halen, is om de container even een stukje open te zetten. Dan denk je van, dan trek je eigenlijk nog meer aan. Maar door de beluchting heb je eigenlijk nog bijna last van de maden die erin zit. Dus dat is in ieder geval nog wel een goede tip om erbij te geven. Maar deze die zorgt er in ieder geval voor dat jij van alle vliegen af bent. Vond je nou een leuke video? Klik hierboven om gratis te abonneren. Dat kost je helemaal niks en je helpt mij er enorm mee om te groeien op YouTube. Net als dat als je hier beneden even een berichtje achterlaat. En je kunt hiernaast kijken voor nog meer leuke video's. En dan zie ik jou weer terug bij een hele nieuwe video. Doeg!